Daar het applaus van de Roda supporters. Ook zij zijn er voor hun spelers die het veld opkomen. Met dus een hoop spelers met het verleden bij de Graafschap. En in het geval van Rodi de Boer een zeer recent verleden bij de Graafschap. Vorig seizoen was hij hier nog de eerste keeper. Maakt toch wel de nodige fouten, meer dan wat van hem gewend zijn. En nu dus definitief ook weg bij AZ en de stap naar Roda gezet. Vertrouwd middenveld met Klaassen, Vosbelt en Bouchouari. Fluke hier nog eens Serarens en dan Jubitana als een van de weinige nieuwelingen bij Roda. Vorig seizoen dus 3 onderling ontmoetingen. Graafschap won beide in de competitie met 3-1 in Kerkrade met 4-0 thuis. De laatste was ook voor de Graafschap dus meteen de laatste van het seizoen. Dat was in de play-offs. Toen Roda met 3-2 won op de Vijverberg. Lange bal richting Opoku. Tussen twee man in doet hij dat goed. Geen tijd voor Konings om te schieten. Een schotje uit de tweede lijn. En deze uit de draai van Konings is wat aan de overkant. De bal draait daar goed en het moet alleen 1-0 zijn. Maar dan moet hij wel zijn hand ook fatsoenlijk tegen de bal krijgen. Serarens, die zijn meest productieve seizoen ooit beleefde als speler van de Graafschap. Op aangeven van een andere speler die hier een verleden heeft. Met een enorme kans voor Roda. Liefdek moet terugkoppen, dat lukt. Dan is de kans daar voor de Graafschap. Maar Opoku schiet recht op Rodi de Boer. Het slordige balverlies voor de Graafschap. Haas probeert dat te herstellen, dat lukt niet. En dan is daar de kans voor Fluke en die schiet er voorlangs. Dat is na 8,5 minuut de derde grote kans van deze wedstrijd. En de tweede voor Roda. Weer dus na een fout bij de Graafschap. Martzo is omspeeld, korte. Foutje van Klaassen. Dan van richting veranderd. Valt hij er bijna in? Kan Rodi de Boer dat nog net voorkomen? Zo was het natuurlijk allemaal niet bedacht. Maar het gaat eerst fout bij Klaassen, die zich verslikt in die bal. En dan werkt Klaassen vervolgens die bal bijna in zijn eigen doel. Het is geen saaie openingsfase in ieder geval bij de Graafschap Roda, verder van. Bouchouari. De versnelling is goed. Als die bal nu door kan. Ja, dit is heel mooi gespeeld. Dan moet Martzo zelf uithalen. Ja, dat kan nu niet meer voorgeven. Dat lukt ook niet. Wat laat Roda een kansen liggen. Dit was zo mooi uitgespeeld. En dan moet Martzo veel meer naar binnen snijden. Richting het doel. Ja, het is een prachtige aanval. Terecht applaus ook van Streppel. Lelyveld komt er langs, krijgt hem voor en dan is de kans groot. Voor Korte wordt het geblokt door Martzo. Foutje, oh, het zag er niet heel overtuigend uit. Kan er net worden geblokt. Hardbal op Lelyveld. Een van de beste kansen van de Graafschap kwam naar de voorzet van hem, Verbeek. Zo! Een spectaculaire poging van Korte. In een fase van de wedstrijd. Die al een minuut of 20 duurt. Waarin eigenlijk vrijwel niets gebeurt. En waarin beide ploegen eigenlijk niks af kunnen dwingen. Is het bijna een schitterende 1-0 voor de Graafschap. Dichtbij zijn eerste voor zijn nieuwe ploeg. Houdt hij niet meer opeens vandaan. Die zag niemand aankomen. Ook de Boer niet. De verdediging van Roda niet. Roda ontsnapt. Korte heeft net wat pech.
Lelievel. Korte, sterk, Opoku. En dan alle rust bij Jensen. Die wel rustig terugkomt op Rodi de Boer. Sedaris kopt over Vossenbelt, Liefdink, Joppe. Ushuari. Fluke handig vrijgelopen, licht ruimte. Hij krijgt tijd. Vossenbelt. Voorzet, valt goed en dan is het raak en dan is het 1-0 voor Roda. Het doelpunt is van Jubitana. Die scoort bij zijn debuut voor Roda. Denzel Jubitana. Ja, een wedstrijd met eigenlijk alleen maar oude bekenden op het veld. En dan is de enige nieuweling degene die de score opent. Goeie aanval weer van Roda. Wat staat Fluke daar vrij? Het middenveld bij de Graafschap heeft dat niet goed door. Van de zijkant naar binnen gekomen. De voorzet van Vossenbelt wordt dan maar half verdedigd. Van Heertem legt hem eigenlijk alleen maar perfect klaar voor Jubitana. Ja, van zo dichtbij uiteraard ook geen schijn van kans voor Jurjes. Serarens, goed. Nou, voor zijn tweede. Voor zijn tweede. Ja hoor. Jubitana zet Roda op een 2-0 voorsprong op de Vijverberg. Met dank aan Serarens. Hele fijne assist. En wat een debuut. Dit doet Serarens heel goed. En daar staat... Nu het centrum van de Graafschap verkeerd. Oog in oog met Jurjes. Hij is wel iets lastiger dan zijn vorige. Maar wat blijft hij kalm. Kijken, schuiven. 0-2. En het ongelooflijk dat je het ook wel een beetje op zijn gezicht ziet. Oh, de Boer raakt hem helemaal verkeerd. Krabbelt weer op, maar Korte heeft de bal. Korte krijgt hem niet goed voor en krijgt voorlopig geen herkansing. Liefdink brengt hem voor. Geroeid door Klaassen. Glijdt net weg. Met zijn standbeen op het moment dat hij wil trappen. Vossenbelt. Fluke. Vente vraagt. Vossenbelt kan zo door. Dan is dit een overtreding van Liefdink. Ja, het is geel, gaat hij geel voor krijgen. Zeg maar geel met een rood randje. Want er staan nog wel andere verdedigers. Dus is dit geen rood? Jens is mee, doet zijn hand in de lucht. Nou, ik heb nieuws voor hem. Hij gaat die bal niet krijgen. Dus de aanloop lijkt er te wijzen dat het in één keer gaat. Ja, in één keer. En dat scheelt niet eens zo heel veel. Jurjes blijft staan. Vente. Die werd het nog het beste, want die stond natuurlijk perfect om de bal na te kijken. Bal niet helemaal lekker geraakt door Serarens. Hier heeft hij hem alsnog. Vente. Absalem heeft wel wat ruimte. De Boer denkt geen risico nemen. Zo ver mogelijk weg die bal. En dan gaan Vente en Fluke erachteraan. Heeft Fluke de bal. Is Vente voor het doel. Maar is voor hem de bal net te hard. Lange bal van de Boer levert zo in ieder geval weer wat dreiging op. Aan de andere kant Gravenberg. Ja, er gaat natuurlijk ruimte komen. Zeker voor Roda. En misschien ook wel even voor de Graafschap. Gravenberg. De Boer is uit zijn doel. En doet dat afdoende. Asjevaai. Voorzet is voor de Boer. Ja, die heeft hem uiteindelijk. Dat is ook weer een schot uiteindelijk, denk ik, dan een voorzet.
was vrij hard. Zo, fraaie beweging. Ushuari, nu de paas. Die is ook goed. Fluke. Schot van Fluke en het is 3-0. Roda gaat winnen op de Vijverberg. En hoe? Mooie assist van Benjamin Ushuari. En een fraaie treffer van Fluke. Ushuari, hop, dat zijn er twee. Hij heeft die versnelling. Hij kan zo snel met die bal naar voren, kan wenden. En de man die er vorig seizoen 13 inlegde, de clubtopscorer was van Roda, denkt ho ho, ik doe ook nog mee. En legt zijn eerste van dit seizoen erin. Jojus, geen kans. De Graafschap Roda 0-3. In de categorie verrassing in de eerste speelronde mogen we deze toch ook wel eentje noemen. En daarmee is het afgelopen. En kent Roda een hele mooie start van het seizoen. Mede dankzij de debutant Jubitana. Hij maakte er 2. De Graafschap verliest kansloos en volkomen verdiend met 3-0 van Roda JC.